De legendeteams van Liverpool en Ajax stonden zaterdag op een uitverkocht Anfield tegenover elkaar, waarmee geld werd ingezameld voor de LFC Foundation. We spraken enkele Ajaxiden na afloop van het duel, dat met 4-2 werd gewonnen door de Liverpool Legends. Simon, als ik het goed zeg, 67 jaar en nog zo fit. Ja, 67. Ik dank de Heer op mijn blote knieën dat ik dit nog mag meemaken, hier spelen. Met onze spelers. Dus, nee, ik ben wel ben blij om het te doen, om te mogen kunnen doen. Was het voor jou de allereerste keer op Anfield? Ja, voor mij is het de eerste keer. Ik heb hier nog nooit gespeeld. Hoe was het? Stop, met die song van hen voor de wedstrijd. Geweldig, zeg. Trots, koude ribbingen. Kippenvel. Edco, hoe was het weer om met al die oud bekenden te zijn? Ja, dat was wel leuk. Meteen oude jongens krentenbrood. Ja, het is gewoon het is heel leuk. Het is vooral heel leuk om onder welke omstandigheden het is. En vooral die ambiance van Anfield, helemaal vol. Ja, dat is fantastisch. Jullie kwamen 2-0 voor. Wat ging er daarna mis? Ik denk veel kansen, te veel rotatie. Ja, is heel lastig. En dan moet ik zeggen dat die derde goal van hun moet afgekeurd worden. Het was helemaal geen free kick die we tegenkregen. En dat scheelt natuurlijk. En Babel, die ging met ons meedoen, moet hij gewoon 2 goals maken. Want die had ik graag gehad, deze. Dan zitten ze erin, dat kunnen we maar aannemen. Het leek dat hij het niet durfde tegen Liverpool. Het leek wel of hij moedwillig naschoot. Het leek zo, maar het was niet zo natuurlijk. Ja, en Ryan. Sjaak zei het ook al, die durfde hem er niet in te leggen. Ryan, die is gewoon bang om niet die doelpunten te maken. Ryan, ik sprak net even met Sonny Siloy, met Sjaak Zwart. Die zei dat je had die bal er wel in mogen schieten. Ja. Mee eens. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Iets te lief voor Liverpool. Waarschijnlijk was ik iets te lief voor Liverpool, ja. Hoe was het om al oude bekenden hier weer te zien? Ja, speciaal. Leuk om oude bekenden te zien van beide teams. Heel veel jongens waarmee ik natuurlijk heel veel mooie herinneringen aan heb gedaan in het verleden. Dat twee teams tegen elkaar spelen, dat ik voor beide teams mocht spelen, extra speciaal. Hoe is het met de spieren nu? Ja, ik ben gewoon oké, hoor. Ja. Nog topfit? Dat niet, maar wel fit. Jij werd volgens mij op het laatste moment ingevlogen, hè? Want je stond niet op de oorspronkelijke spelerslijst. Nee hoor, ik was al lang bij de groep, hoor. Ik was een van de eerste zelfs. Hoe was het om al die oude Ajaxiden weer te zien? Ja, heel leuk. Het is toch altijd weer zoals vroeger, zeg maar, zoals de kleedkamer. Dat gevoel heb je weer. En het is gewoon heel veel voetbalhumor en veel verhalen. En dat is toch altijd wel leuk. Oude jongens krentenbrood. Ja, dat gaat nooit weg. Dat gaat nooit. Elke keer zie je elkaar 10, 20 jaar niet. Als je dan elkaar weer ziet, dan is het toch altijd speciaal. Wordt nou straks de Liverpoolse nacht nog wel veilig gemaakt? Nou, ik heb er niet echt de kracht voor, maar misschien dat er wel een paar karaokebar in gaan. Echt niet, ik ben veel te oud ervoor, man. Laat die jonkies maar gaan. Ik hoorde tot slot dat er al veel dolletjes waren gemaakt over dat u erg goed speelde in de befaamde mistwedstrijd, maar dat niemand het heeft kunnen zien. Nee, maar daar ben ik ook blij om. Maar ik zag het wel. 4 goals, 4 assisten. Ik vond het fantastisch om jullie weer eens aan het werk te zien. Nou, werk is een groot woord, maar, maar we hebben plezier gehad. Dat is het allerbelangrijkste, toch? Op dit niveau wel. Hey, dankjewel, man. Ja.